rand van een groot bos woonde er eens een houthakker met zijn tweede vrouw en twee kinderen, Hans en Grietje. De vader van Hans en Grietje had geen werk. Daardoor moesten de kinderen regelmatig zonder eten naar bed, omdat er niets meer in huis was. Het waren verschrikkelijke, harde, ongure tijden waar maar geen einde aan leek te komen. Op een avond, een herfstavond, toen Hans en Grietje weer eens in hun bed lagen, telden de houthakker en zijn vrouw hun laatste centen. Ik weet het niet meer. Hoe kunnen we die arme kinderen eten geven als we zelf niks hebben? Wat moeten we nu doen? Er is een oplossing. We brengen ze weg. Diep in het bos. We geven ze ieder een stuk brood, zodat ze voorlopig iets te eten hebben. We kunnen ze zo toch niet alleen achterlaten? Maar we hebben geen keuze. Hier komen ze ook om van honger en dorst. Hans en Grietje waren nog wakker en hadden alles gehoord wat hun vader en moeder gezegd hadden. Maar Hans vertelde zijn zusje dat hij er wel iets op zou vinden. We moeten vandaag hout ophalen in het bos. Hier, wat brood. En niet meteen opeten. Meer krijg je niet vandaag. Geef me het brood, Grietje. Wees maar niet bang, ik heb een plan. Hans bleef telkens even staan om een stukje brood op de grond te laten vallen. Hans, schiet op. We hebben nog veel te doen vandaag. Ik heb een steentje in mijn schoen. Kruimeltje na kruimeltje. De hele lange weg. Zo zouden ze later altijd het spoor naar huis terugvinden. Ja, we gaan niet de hele tijd op jou staan wachten. Kom, rust hier maar even uit. Je vader en ik gaan hout hakken. Zo zouden ze later altijd het spoor naar huis terugvinden. Tot straks. Hans. Hans. Wat is het donker, zo komen wij nooit thuis. Je moet niet bang zijn, Grietje. We hidden ons wel. Wacht, ik zal je iets tonen. Wat moet ik zien? Ik zie niks. De kruimels die hij had laten vallen en die hun de weg naar huis hadden moeten wijzen, waren door de vogels opgegeten. Allemaal. Ze liepen en liepen en raakten steeds maar weer verdwaald. Omdat ze zo'n honger hadden, aten ze van de schaarse bessen. Maar toen kwamen ze aan een open plek waar een vreemd huisje stond. Het dak bestond uit koek en speculaas. De suikeren wanden schitterden in het zonlicht. Het deurtje was van zoet hout en de tegels van marsepein. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Kijk eens aan. Kom eens een beetje hier. Kom eens dichterbij dat ik jullie een beetje goed kan zien. Niet bang zijn, kom op. Hé, vertel nou eens, waar komen jullie vandaan? Hé, waar komen jullie vandaan? Kom maar even binnen, hè?
Niet bang zijn. Ik heb lekkere pannenkoeken met stroop op tafel staan. Hé, jullie zullen vast wel honger hebben. Hm? Voilà. Ga maar mee naar binnen. Maar ze waren het huisje nog niet binnen of de heks greep Hans bij zijn kraag en sleurde hem mee. De heks had immers haar snoephuisje alleen maar gebouwd om kinderen naar zich toe te lokken, zodat ze hen kon koken en opeten. Tja, miserige magere kindertjes. Magere meisjes, die laten we werken. En magere jongetjes, die mesten we vet. En weet je waarom? Om ze op te kunnen eten. En ga jij nou maar een lekker potje koken voor je broertje, hè? Want hij moet mooi rond en vet worden. Het is al lang geleden dat ik nog zo'n mansjongetje geproefd heb. Ja, schiet op! Er zat niets anders op. Iedere dag maakte Grietje het eten klaar, maar zelf kreeg ze alleen wat droog brood en water. De lekkerste hapjes waren voor Hans en elke morgen scharrelde de heks naar het schuurtje. Gelukkig had de heks zulke slechte ogen dat ze niet merkte hoe ze voor de gek gehouden werd. Stik jij je vinger eens door de tralies? Hans stak de heks nooit zijn dikke vingertje toe. In het schuurtje had hij een dun takje gevonden dat precies op een knokig vingertje leek. Ik hou het niet meer uit. Goed, dan eet ik je zomaar op. Dat is al jammer. Grietje, steek de oven aan. Mijn geduld is op. Doe wat ik zeg. Zoek die lucifer. Steek die oven aan. Vooruit, kom aan. De heks was zo ongeduldig dat ze de oven zelf klaarmaakte. Dit was Grietjes kans. Hans, zeg je dat ik heb de sleutel? Dit is nogal eens iets anders als broodkruimels. Moest papa dit... We moeten zo snel mogelijk terug naar huis. Ja, maar hoe geraken we thuis? Maar alle vogeltjes die Hans en broodkruimeltjes hadden opgegeten, wilden het goed maken. En ze vlogen voor de kinderen uit om hun de weg te wijzen. De houthakker had geen moment rust meer gekend sinds hij zijn kinderen in het bos had achtergelaten. Dag en nacht had hij bij het raam gezeten, verdrietig en beschaamd. De stiefmoeder had haar spullen gepakt en was kwaad weggelopen, omdat de houthakker sinds die dag geen woord meer tegen haar had gesproken. Nog geld. En zo liep alles toch nog goed af. De zorgen waren voorgoed voorbij. En zo leefde de houthakker samen met Hans en Grietje nog vele jaren in voorspoed en geluk in zijn dierbare huisje aan de rand van het bos. Hele mooie nieuwe vloek. Ja, ik maak voor Wolf. Ja,
krabbelen. Dus wel, maar mee, zo hard als je kan. Ah, kriebel, kriebel, jeek, 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 ja, nee, doen. Die was voor dat koekje toch geen iets wat minder leuk. Kriebel, kriebel, jeek, jeek, jeek. Straks wil die sukkel walsen. Nu zijn het nog gewone koekjes, maar als ik straks klaar ben met mijn toverspreuk, dan zijn het kriebelkoekjes. En dan gaat Wolf niet walsen vanavond, maar lekker krabben. Yeah. Een kriebel, kriebel, jeek, jeek, jeek. Die was voor dat koekje toch geen iets wat minder leuk. Kriebel, kriebel, jeek, jeek, jeek. Vele jaren geleden leefde er een keizer die zo vreselijk veel van mooie, nieuwe kleren hield, dat hij al zijn geld uitgaf om zich mooi te maken. Hij vond het theater of een rijtour in de stad alleen maar leuk om zijn nieuwe, prachtige gewaden te tonen. Voor ieder uur van de dag had hij een ander gewaad. En zoals je over een koning zegt dat hij in de ministerraad is, zo zeiden ze altijd: de keizer is in de kleedkamer. Knoeiers, knoeiers, roep mijn minister. In de grote stad waar hij woonde was het leven heel aangenaam. Maar op zekere dag kwamen er twee bedriegers die zich voordeden als voorname kleermakers. Ze brachten de keizer meteen een bezoek. Majesteit. Rabbel! Niks dan rabbel! Majesteit. Wie zijn jullie? Wij komen nu de mooiste stoffen aanbieden die u ooit in uw rijkelijk leven hebt mogen aanschouwen. Daarvan kunt u de mooiste kleren maken die iemand ooit heeft gezien. Niet alleen de kleuren, het patroon is ongelooflijk mooi. Vertel. De stoffen hebben de wonderbaarlijke eigenschap dat ze onzichtbaar zijn. Onzichtbaar voor een ieder die niet deugt voor zijn beroep of die onvergeeflijk dom is. Dus als ik die kleren aan heb, kan ik zien in mijn land wie er niet deugt voor zijn beroep. En kunt u de knappe koppen van de domme onderscheiden? Roep mijn minister! Minister! De keizer toonde de kleermakers het weefgetouw waarop ze de kleren konden maken. Hij liet ook zijn minister een kist goud brengen voor het vervaardigen van de bijzondere kleren. Nou, hartelijk dank, majesteit. Dank u voor het aanwijzen. En u kunt nu gaan. Ja. Wij handelen het zelf verder af. Dank u wel. Dank u wel. Snel vroegen de twee bedriegers om meer goud.
Iets wat de dankbare keizer hem absoluut niet weigeren kon. Zo, zet mij hier. Nou. Dank u wel. Dank u wel. Ja. En is het mooi? De kleermakers zijn nog steeds aan het weven, majesteit. Maar het is midden in de nacht. Dat kan toch niet? Doe iets, man. Nou, ik zal zelf wel gaan kijken. Maar wat als ik die stof nu zelf niet zie? Kom, ga jij maar eens even kijken naar mijn kostuum. En zeg me hoe mooi het is. En, wat vindt u ervan? Kom maar dichterbij. Kom maar. Vindt u het geen prachtig patroon? Wat, vindt u het geen mooie kleuren? Minister. U zegt zo weinig. Ik ben sprakeloos. Ja, dat patroon en die stoffen. Ja, ik zal tegen de keizer zeggen dat het me erg heeft verrast. Dat doet ons een groot plezier. Dank u wel. Ja. Nu nog het hemd en de broek, hè? Ja, inderdaad. Ja, daarvoor zouden we echt wat meer geld aan zijde moeten hebben. De bedriegers staken alles in hun eigen zak. Er kwam geen draad aan te pas. Maar ze gingen nog steeds door met weven aan het lege weefgetouw. En? Is het echt heel mooi? Het is gewoon prachtig, majesteit. Alle mensen in de stad zullen spreken van de prachtige stoffen. Ze zullen nog nooit zoiets mooi gezien hebben. Dan ga ik zelf eens kijken. Nee, haal de raadslieden. De raadslieden! De raadslieden. En is het niet prachtig? Ja, nog keizerlijke hoogheid. Bekijk toch eens die kleuren, dat patroon. Ja, het is... Het is heel mooi. Ik heb een geweldig idee. Als uw keizerlijke hoogheid nu eens dit kostuum zou dragen bij de grote optocht. Dat lijkt me een fantastisch idee, majesteit. Ja, en met nog wat diamanten voor de knopen, dan zou het echt beeldig worden. De hele nacht bleven de bedriegers weer op. Ze hadden wel 20 kaarsen aan, zodat de mensen op straat konden zien hoe druk ze het hadden om de nieuwe kleren van de keizer af te werken. Zou het uw keizerlijke majesteit behagen om uw kleren uit te doen? Broek. Het is zo licht als spinrag, sire. Ja.
Je zou bijna denken dat men niets aan heeft. Hemd. Ja, de kleuren zijn geweldig en het patroon is ook echt fantastisch. Het is een kostbaar kostuum. Maak plaats voor zijn majesteit, de keizer! Waarheid verneem je uit een kindermond, zegt men. En soms is dat waar. Na de feestelijke optocht verdween de keizer voor lange tijd in zijn paleis. Maar dat vonden de meeste mensen niet erg. De eerste minister daarentegen. Roep mijn minister! Wat ik heb, kijk eens wat ik heb. En wat je moeder in de stad is wezen kopen. Kijk eens wat ik heb, kijk eens wat ik heb. Ik denk dat hier de koningin zelfs in wil lopen. En ik heb eruit de rok waar je om vroeg. Voor jullie twee is mij niks mooi genoeg. Kijk eens wat ik heb, kijk eens wat ik heb. Iets mooiers heeft de wereld niet te koop. Er hoort bij zo'n figuur een zilveren ceintuur en een jurk met op zijn minst één gouden knoop. Help eens even mee, help eens even mee. Bij voor feesten kleden zul je moeten leren. Help eens even mee, help eens even mee. 160 kilo vlees moet in de kleren. Wanneer je even perst bij het begin, dan gaat de hele handel er wel in. Help eens even mee, help eens even mee. Want de prins kiest mij misschien vannacht als bruid. Dat doet hij, reken maar, daarna sta jij weer klaar. Dan moet alles wat nou aan moet ook weer uit. Komt, waar je ook heerlijk kunt blijven slapen. Waar je van de ene in de andere verbazing valt.
Zoveel te beleven, dat is de Efteling. Er was eens een rijke man die gelukkig leefde met zijn vrouw en zijn dochter. Maar op zekere dag werd zijn vrouw ziek en stierf. Vanaf die dag ging de dochter elke dag met haar vader naar het graf van haar moeder en huilde bittere tranen. Maar al gauw kwam de vader een andere vrouw tegen. En toen de lente aanbrak, trouwden ze. Niet lang nadien stierf ook haar vader, zodat het meisje bij haar stiefmoeder in huis kwam wonen. En het arme kind moest haar mooie kleren inruilen voor een versleten jurk en houten klomp. Kijk eens hoe ons trotse stiefzusje er nu uitziet. Schrobben maar. We gaan u vanaf nu Assepoester noemen. Assepoester! Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat moest ze het zwaarste werk doen. Voor dag en dauw opstaan, water halen, vuur aanmaken, koken en wassen. Nu gebeurde het dat de koning een feest gaf dat wel 2 dagen zou duren. Alle mooie meisjes van het land werden uitgenodigd, zodat de zoon van de koning een bruid zou kunnen uitkiezen. Ik moet wel nieuwe kleren hebben. Mama, mijn haar. Dat hangt echt helemaal in slierten. Dat moet bijgeknipt worden. Mijn haar ook, mama. Zorg ervoor dat die vanavond gepoetst zijn. Mag ik niet mee naar het bal? Hoe zou jij nu naar dat feest kunnen? Die heeft niet eens deftige kleren. Ze heeft zelfs geen schoenen. Iedereen zou je uitlachen, meisje. We zouden ons voor je moeten schamen. Haar voeten deden pijn van het vele werk. En Assepoester dacht nog dikwijls terug aan haar moeder en vader. Tot op zeker moment. Niet bang zijn, meisje. Ik ben hier om je te helpen. Kleed je nu maar snel om. Het feest wacht op je. Op je klompen. Wacht. Spokonje, wil gaan jij. Wacht. Pink. Zorg er wel voor dat je het feest voor middernacht verlaat, want dan is de betovering verbroken. Dat
dankzij de vreemde vee kon Assepoester nu ook naar het bal van de prins. Ze kon haar eigen ogen niet geloven. Mag ik deze dans van u? Jawel, meneer. De prins danst goed. Inderdaad, ja. Assepoester danste en danste met de prins. Ze was zo mooi gekleed dat zelfs haar stiefmoeder haar niet meer herkende. Is toch dat meisje? Maar toen sloeg de klok 12:00. Zorg er wel voor dat je voor middernacht feest verlaat, want dan is de betovering verbroken. Zullen we even rusten? Ik moet naar huis. Maar geen probleem, ik breng je wel. Zoals dat hij mooier is. De prins heeft niet een keer naar mij omgekeken. Dat is gewoon een domme prins. Alle prinsen zijn dom. Dom, 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 dom. De prins kwam op het idee om iedereen in het land het glazen schoentje te laten passen. En wie het paste, zou zijn bruid worden. En wie het schoentje past, wordt een prinses. Maar misschien zijn mijn voeten wel veel te groot. Snij een stukje van je grote teen af. Ja. Zijne koninklijke hoogheid laat weten... Ja, hou maar op. Die... Ja, hou maar op. Passen, meisjes. Voorzichtig. Van mij. Gewoon voorzichtig. Misschien kan haar zus eens proberen. En zij? Dat is het poetsmeisje. Dank u wel. Sajnish lav, vet a spiel gedoyen. Meteen wilde de prins met Assepoester trouwen. Hij stelde haar voor aan zijn vader, de koning, en al vlug werd de bruiloft gevierd. Ze kregen nog vele lieve kinderen en leefden lang en gelukkig. Ik ben bevrijd van het getreiten van mijn zussen. Nu komt de
tijd die in het teken staat van kussen. Naar een tijd als deze is haast iedereen op zoek. En wie kan lezen vindt haar in een sprookjesboek. Ik ben bereid jou voor altijd mijn hart te geven. Het is nu tijd om voor en met elkaar te leven. Het is nu tijd voor onze liefdeshemelvaart. De tijd van feestjes moet de tijd zijn voor de taart. Tijd voor de taart, dan weet het hele land hier valt een feest te vieren. Sprookjesland nou eenmaal de manieren. Tijd waar de liefde overheerst. Tijd om te trouwen waar er is. Tijd voor de taart. Als je een proeft is of een engel op je tong fiets. Nog voor ze officieel het paar van het jaar worden verluid is er nu tijd. Zo onderhand wel weer.